Welkom bij een nieuwe uitzending van Breda Swingt. De komende drie uitzendingen van Breda Swingt zullen geheel gewijd zijn aan Feel the Music. U heeft zojuist al wat eerste sfeerbeelden kunnen zien van dit muziekfestijn. Het is georganiseerd door muziekvereniging Fanfare Fidelis. U gaat kijken naar Sonja Koremans, onze presentatrice. Zij heeft een gesprek met Johan de Koning. Dit gaat vooral over de organisatie van dit muziekfestijn. Hierna gaat u beelden zien van deel 1. En deel 1 bevat onder andere nummers van Anouk, Kiki Dee en Andrew Lloyd Webber. Veel plezier. Ik sta hier bij Johan de Koning, een van de organisatoren van de promsconcert Feel the Music. Hoe is het allemaal zo tot stand gekomen? Het is zo dat onze muzikaal leider, dirigent heet hij eigenlijk te zijn, van onze muziekvereniging Fanfare Fidelis. Die speelt ook bariton in de harmonie van Bavel. En Bavel die heeft het afgelopen jaar voor de derde keer georganiseerd. En Jan was er door zo gegrepen en zei van, goh, als Bavel dat kan, dan moeten wij dat als Fidelis Breda ook kunnen. En zo is het idee ontstaan. En in april is dan ons bestuur van de vereniging voorgelegd. En toen hebben we een comité gevormd. En ik zeg van, ja, ik heb fiat gekregen om te gaan organiseren. Een comité gevormd en ja, goed, verder uit gaan werken vanaf april vorig jaar, dus wat ik al zei. En in mei vonden de eerste audities plaats, mei, juni, van de vocalisten, zangers, zangeressen. Ja, en vanaf dat moment zijn we er druk mee geweest. Dus echt audities gedaan, dus ja. En waren er veel aanmeldingen? Er waren behoorlijke wat aanmeldingen. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat er, dat wil je meteen het aantal weten, maar ik denk over een stuk of 5-6 kandidaten afgevallen zijn. En er is uiteindelijk 17 overgebleven. Want hoeveel dus, kandidaten doen er vanavond mee? 17 solisten. Dus ja, dat is een behoorlijk aantal. Dat is veel, ja. Ja. En hebben jullie veel moeten oefenen? Want ja, dus ben ik een jaar bezig met de organisatie. Nou, Jan van der Brand, de muzikale leider, die heeft de meeste stukken heeft die, gearrangeerd. En die, ja, dat heeft ook even tijd gekost. En de echte repetities zijn echt begonnen na de zomervakantie. Het repertoire is het programma samengesteld. En uiteindelijk zijn we na de zomervakantie september ermee begonnen. En hoe bent u zo tot het podium Bloos gekomen om daar het optreden te doen? Ja, wij gingen in eerste instantie kijken naar geschikte ruimte natuurlijk. We kwamen uit bij scholengemeenschap Makenhagen in de aula, want die hebben een forse aula. Makenhagen die hebben zelf ook een behoorlijke afdeling muziek, hè, opleiding. En we dachten daar een goede samenwerking mee te hebben. Maar uiteindelijk is het de ruimte toch te klein gebleken toen we erachter kwamen hoe groot het podium uiteindelijk moest worden. Nadien is het zelfs nog groter geworden. Dus ja, toen gingen we rondkijken. Ook tezamen op advies van iemand die er terecht gekomen bij Bloos. Want ja, Chassé-theater, dat kost nog iets te veel. En is denk ik ook nog toch. Hoeveel mensen komen er kijken? Want jullie hebben twee avonden, vrijdag en zaterdagavond optredens. Ja, we kunnen elke avond 400 bezoekers herbergen. En de avond is volledig uitverkocht. Zo. Ja, dat is prachtig. Ja, dat is prachtig. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja. Jullie hebben ook veel reclame gemaakt voor dit optreden. Ja, we zijn vorig jaar daarmee begonnen. We hebben echt de pers gezocht. Op zich is dat niet meegevallen. We merken dat nu ook. Het is overigens de allereerste keer dat wij dit organiseren. En we hadden dus helemaal niks. We zijn blanco begonnen. Geen draaiboek, helemaal niks. En we moesten ons ook nog bewijzen. Hè? Ik bedoel, dat is lastig. En als je een evenement hebt wat staat, dan is het makkelijker om overal binnen te komen. Dat gold ook voor de pers. En naarmate nu het evenement dichterbij kwam, hoefden we zelf wat minder aan de weg te gaan timmeren. Er kwamen eigenlijk de verzoeken van de media op ons af. Dus de laatste week met name hebben we zowat overal soms bij herhaling ingestaan. Nou, we willen onze kijkers natuurlijk ook mee laten genieten van echt een Breda's evenement. Want het is toch weer een heel nieuw evenement, zo'n promsconcert. Ja, is het ook. Wij zijn overigens blij mee dat jullie ons evenement willen filmen en uitzenden. Het is voor Breda ook een primeur, want het heeft nooit eerder plaatsgevonden in Breda. Dus ja, het is inderdaad een nieuw evenement. Nou, heel veel succes. Hartstikke bedankt. Ja. En jullie ook een fijne avond bij ons. Ja.